Women in Europe for a Common Future is a worldwide network of 100 women and environmental organizations. WCF works on sustainable energy, sustainable food production, water and sanitation, and safe chemicals in consumer products. Here in Tajikistan hebben we samen met onze lokale partner ESTP Now een duurzame toilet neergezet. De kinderen gaan graag naar deze toilet, omdat ze hier veel meer comfort hebben, geen reuk, geen vliegen. En bovendien vervuilt het niet het grondwater. De oude toilet was ver van de school en erg koud in de winters, onhygiënisch. In ieder geval een situatie, een plek waar de kinderen niet graag naartoe gingen. WECF and its partners built dry urine separating toilets for schools and households by using simple and safe technologies. They provide fertilizer and compost that do not pollute groundwater. Dit is een typisch voorbeeld van een simpele technologie die we proberen op te schalen. De kinderen ervaren deze technologie, gaan vertellen daarover naar hun ouders en er wordt op die manier een vraag gecreëerd in het dorp. We maken gebruik van die vraag door kleine businesses op te zetten, microkredietorganisaties aan te trekken en te lobbyen naar autoriteiten. Op die manier streeft het WCF naar een duurzame en een gezonde leefomgeving voor iedereen.